En Nadine, je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag weer een oude vertrouwde Action shoplog voor jullie. Want ik moest eventjes langs de Action nadat ik de shoplog van Rebecca had gezien. Want Rebecca had sheet masks met aftersun gekocht. Dus aftersun sheet masks. En dat leek mij echt ideaal. En ze waren niet zo duur. Dus ik dacht, ik moet naar de Action. Dus ik ging gezellig samen met mijn moeder. We hebben allerlei dingen gehaald voor de zomer, voor onze vakantie. Dus ik dacht, ik maak er gelijk lekker een shoplog van. Want ik weet hoe jullie van Action shoplogs houden. Ik heb hier een tas vol. Dus ik zou zeggen, doe nog even een duimpje omhoog. En dan ga ik gauw beginnen. Oké, ik zal even beginnen met een aantal items die niet echt met de zomer of iets dergelijks te maken hebben. Maar als eerste kocht ik deze, ja, nepplant in dus een potje. Ik vond deze echt heel schattig. Hij ziet er wel echt nep uit. Maar ja, ik vond hem toch heel erg leuk om ergens neer te zetten. Dus ik heb hem alsnog gehaald. Hij heeft dus een zwart pootje. Er waren trouwens verschillende soorten nepplantjes. Maar er stonden bij mij in de VL maar twee. Waarvan de ander vond ik het plantje leuker. Maar daarvan was dit ding los. En dat leek me niet zo handig met katten die rondlopen en zo. Dus ik heb deze gehaald. En ik zal even op de bon kijken hoe duur die was. Deze kostte €2,99. Dus daarvoor vond ik hem gewoon leuk. Past ook perfect in mijn kamer door het zwarte detail. Dus die. En als we het dan toch hebben over dingen voor mijn kamer, dan kocht ik ook deze. En dit ziet er dus uit alsof je gewoon een cactusje hebt. Maar het is dus een kaars. En ik vond dit zo schattig dat ik dacht, ik wil hem halen. Ze hadden ook weer verschillende soorten cactusjes. Maar ik vond zelf deze het mooist. Of ik hem daadwerkelijk aan ga steken, weet ik nog niet. Hij ruikt ook niet echt ergens naar of zo. Maar ik vond hem gewoon mega schattig. En deze kostte 99 cent, dus daarvoor kon ik hem gewoon niet laten. Dan haalden we voor €1,44 een doosje snoepjes. Ik doe even heel voorzichtig, want de kat ligt daarachter in de kast te slapen. En ik wilde niet verstoren door rammelgeluidjes. Maar dit zijn die Whiskas Crunch snoepjes. Het zijn hele kleintjes. En vooral mijn oudste kat is hier gek op. En die is best wel kieskeurig. De jongste eet alles. Die liggen dan ook daar. En de oudste die is best wel kieskeurig. Dus we dachten, we halen deze weer even mee. Grote bak. We hebben het nog op zich wel. Maar bij de Action is het gewoon lekker goedkoop. En ja, die hebben we dus alvast gehaald. Hebben ze tijdens onze vakantie ook gewoon lekker snoepjes. Dan, als jullie mij langer volgen, weten jullie dat ik een beetje een verslaving heb voor washi tape. Dus ik kan het ook niet laten om naar de washi tape te kijken. Ondanks dat ik al een verzameling van hier tot Tokio heb. En het alsmaar opnieuw blijf kopen op AliExpress en whatever. Maar dit keer kwam ik dus deze tegen. En hier zitten dus vijf verschillende rolletjes in, zo te zien. Ja, vijf. Met allerlei leuke patroontjes. En deze kunnen gewoon overal bij. Dus ik dacht, die wil ik gewoon graag hebben. Meestal koop ik die met drie rolletjes. Maar deze vond ik gewoon het leukste. En deze kosten 89 cent. Dus wat dat betreft, voor vijf rolletjes vind ik dat helemaal prima. Ga ik verder met de wel daadwerkelijk zomer / vakantie dingen. En als eerste is dat deze. En dit is dus een nekkussen. Mijn camera wordt gelijk een stuk lichter of donkerder als ik deze laat zien. Maar oké. Okay. Deze zag ik in de shoplog van Ellen van het kanaal Ellen is My Name. En ik vond hem best wel schattig. Het begint weer te onweren. Dus ik hoop dat jullie daar geen last van hebben. Echt jongens, wat is het met het weer van de afgelopen tijd? Oh my god. Goed, op het moment dat jullie dit zien, ben ik lekker op vakantie. Dus dan heb ik er geen last meer van. Maar goed, dit is dus een setje met een nekkussentje en dus een oogmasker. En ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik ben dus zo iemand die in het vliegtuig op zich kan slapen. Maar alleen als ik aan de raamkant zit. En soms is het gewoon ontiegelijk veel duurder om aan de raamkant te zitten. Of zijn er geen raamstoelen meer beschikbaar. En dan kan ik dus niet meer slapen. En mijn burn-out is het best nuttig om te kunnen slapen in het vliegtuig. Dus ik dacht, misschien is dit toch een oplossing voor mij. Het ziet er misschien niet heel charmant uit. Al moet ik zeggen dat ik deze op zich wel leuk vind. Want deze heeft dus een soort van roosjes, zeg maar, erop. Ik ben benieuwd hoe lang die schoon gaat blijven. Of ik deze ga gebruiken, weet ik nog niet. Maar dan heb ik in ieder geval het nekkussen zelf. En ja, ik ga het dus proberen dit jaar. Ja, het is maar een vlucht van 3 uur. Maar toch, we vliegen best wel vroeg. Dus wat dat betreft is het best handig. Deze set, dus het maskertje plus de nekband, kost €3,33. Dus voor die prijs wil ik het best proberen. Dan haalde ik voor €2,95 deze droogshampoo van Aussie. Dit is de Flower Power Dry Shampoo with virtually no visible residue. Deze is dus summer scented, noemen ze hem. En hij ruikt ook echt wel heel lekker.
een beetje zoets en bloemig of zo. Ik ben dus iemand die echt nog nooit van mijn leven droog shampoo heeft geprobeerd. En ik weet dat iedereen altijd heel enthousiast is over Batiste. Maar ik zag die van Aussie staan en ik ben gek op de producten van Aussie voor mijn haar. Dus ik dacht, ik ga deze proberen. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. En ik vind hem echt best wel leuk zo. Dat meisje met die zonnebril en zo. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon proberen. Want zeker in de zomer, mijn haar wordt zo ontzettend snel vet. En ik wil mijn haar ook niet gelijk 5 keer extra gaan wassen, zeg maar, in een week. Dus ik dacht, misschien is dit wel een oplossing. Kan ik het op vakantie gaan proberen? Ja, dus die heb ik gehaald. Ik ben daarnaast ook echt gek op barbecue in de zomer. En terwijl wij dus Action binnenliepen, was dit een van de eerste dingen die wij zagen. Dit zijn de barbecue sausjes van Big Jeff. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar toevallig waren onze barbecue sausjes die we nog hadden best wel op en over datum en weet ik het wat. Dus ik dacht van, hey, dan nemen ze toch vast mee. Deze zijn tot 2020 nog goed. Dus het is niet dat je denkt van, oh, we moeten ze pas na onze vakantie halen. Als eerste haalden we de Honey Chipotle saus. Dat is deze. En ik vind de verpakkingen dus echt best wel geniaal. En dan als tweede heb ik de Spicy Garlic. En die ziet er zo uit. Dus ja, dan hebben we weer 2 nieuwe barbecue sausjes. Volgens mij hadden ze er een stuk of 4 of zo. Dus ik ben heel erg benieuwd. Deze sausjes kosten €1,19 per stuk. Dus wat dat betreft is best wel een flinke pot. Dus daar gaan we vast wel even mee doen. En wat ik al zei, ik ging in principe naar de Action voor deze maskertjes. Dit zijn dus de Aftersun Facial Masks. En dit zijn dus van die sheet maskers met dus Aftersun erin. En dit lijkt mij echt ideaal. Ik bedoel, ik hoef ze niet iedere dag. Ik heb er in totaal dus 4 gehaald. Mijn moeder had zoiets, ja, dan moet je ze iedere dag gaan gebruiken. En ik had zoiets van, dat lijkt me een beetje te. Ik vind gewoon Aftersun over het algemeen gewoon prima. Maar af en toe lijkt me zo'n maskertje gewoon heerlijk. Als je bijvoorbeeld een rode neus hebt of zo. Want dat is het eerste plekje op mijn gezicht wat meestal verbrand is mijn neus. Zodat ik mijn zonnebril vol op heb. Dus ik dacht, dan is zo'n maskertje natuurlijk heerlijk. Dus dan ga ik lekker 's avonds met een sheet maskertje op mijn gezicht. Ideaal. En deze kosten echt maar 59 cent per stuk. Dus wat dat betreft kon ik het niet laten om ze te halen. En mochten ze nou goed bevallen, dan ga ik gewoon later na mijn vakantie er meer halen. Zodat ik ze op voorraad heb. En dan haalde ik gelijk nog een maskertje. Ook voor 59 cent. Dat is deze. Het Bubble Sheet Mask. En hier hoorde ik ook best wel veel goede verhalen over. Het is gewoon een sheet masker wat je opdoet. En dan gaat het dus bubbelen en dan kan je het er gewoon weer zo simpel aftrekken. Ik ben gek op sheet masks, ik ben gek op bubbelmaskers. Maar het nadeel van bubbelmaskers vind ik vaak dat je zoveel gedoe hebt met opsmeren. En je moet snel zijn, want anders bubbelt de helft al en dan smeer je het er weer af en zo. En hierbij is het gewoon uit de verpakking halen, op je gezicht doen en that's it. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd of dit misschien minder kribbelt. Omdat als ik een gewoon bubbelmasker doe. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar terug eentje van Elf voor jullie gereviewd op mijn kanaal. Ik zal hem eventjes linken hierboven. Dat kriebelde heel erg op je huid. Doordat al, het, ja, al die bubbels zeg maar weer ja, aan het oplossen waren. Noem je dat zo? I don't know. Maar ik dacht misschien dat dit wel minder kriebelt. Dus weet je, ik wil hem in ieder geval proberen. Ik hoor er zoveel goede verhalen over. Dus die heb ik ook. Ook 59 cent dus. Dan kwam ik dit tegen. En ik moest zo hard lachen toen ik dit zag. Dit zijn namelijk gel socks. En dit moet dus helpen om voetcrème en zo goed in te laten trekken in je voeten. En het extra te laten hydrateren en zo. Dit zijn ze. Ze zien er dus echt best wel komisch uit als ik dit zo zie. Maar ik ben dus iemand met extreem droge voeten. Eigenlijk het hele jaar door. Maar dan komt vervolgens dus de zomer eraan en dan kijk ik naar mijn voeten. En dan denk ik echt, mijn voeten zijn zo ongeveer wit. Zo droog zijn ze. De eelt moet weggewerkt worden. Ja, mijn voeten zien er over het algemeen absoluut niet zomer ready uit. Dus ik dacht, als dit inderdaad extra hydrateert. En het goed laat intrekken. Want ik ben dus ook zo iemand die altijd vergeet om de voeten in te smeren. Omdat je dan dat eigenlijk moet doen als je stil gaat zitten. Dus eigenlijk moet je het doen als je je bed ingaat. Dus dan moet het op je nachtkastje staan. En dan vervolgens heb ik het ingesmeerd. En dan vergeet ik weer dat ik nog iets moest pakken. En dan moet je van die vieze glibbervoeten zo door je kamer heen. En ik heb dan ook geen slippers. Dus ja, daarom doe ik het eigenlijk niet. Want ik heb er altijd een hekel aan. Dus ik dacht, dit is ideaal. Want dan loop je gewoon op sokken. Die als het goed is dus gewoon een gripstuk hebben. Dit is hoe ze eruit zien. En ze hebben inderdaad een gripstuk wat eruit ziet als voetjes. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god, die binnenkant. Dit voelt heel vies. Ik weet niet of dit zichtbaar is. Maar die binnenkant is dus een soort van, ja, rubberachtig, siliconen iets. Het voelt heel vies. Eén ding. Het gaat in ieder geval niet in je sok zitten als je voetcrème hebt opgesmeerd. Of ik het een lekker gevoel ga vinden is een ander. Maar oké, we gaan het merken. Oké, ik ga dit een keertje testen.
En dan merk ik wel of ik het wat vind of niet. Ik ben heel benieuwd. Hoe dan ook kost dit setje met spa gel sokken €2,98. Ze zijn trouwens one size. Dus ik ben heel benieuwd of dat daadwerkelijk zo is. Nou heb ik een maatje 39. Dus ja, dat moet makkelijk gaan passen. Maar mocht je nou een veel kleinere of veel grotere maat hebben, dan ben ik benieuwd of ze ook passen. Maar goed, ik ga het proberen. Heel benieuwd. Dan zag ik bij de beauty sectie deze twee handspreetjes staan. En ik vind deze qua verpakking dus zo ontzettend leuk. Het zijn dus twee verschillende spreetjes. Hieronder staat dat deze een berry geur heeft en deze een cranberry. Ik ben zo benieuwd. Ik vind ze zo schattig. Het is gewoon ideaal voor in je tas. Want op vakantie heb je af en toe gewoon dat je bijvoorbeeld in een openbaar wc bent geweest of zo. Of whatever. Ergens dat je vieze handen hebt opgelopen na het eten of zo, of weet ik het wat. En dan is het gewoon handig als je zo'n dingetje in je tas hebt zitten. Kun je even je handen desinfecteren. Dus ja, ik dacht ik haal deze mee. En deze kost ook echt niks. Deze kostte 99 cent en dan heb je er dus twee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind ze in ieder geval heel erg schattig. Ik hoop alleen dat ze niet gaan lekken of zo, maar we gaan het merken. Dan twee dingen waar ik een beetje te excited over ben misschien. Ik ben de afgelopen tijd best wel gezond bezig met eten. Nou zou je dat niet zeggen als je mijn Instagram feed ziet. Want mijn Instagram feed bestaat uit freakshakes en donuts op het moment. Maar oké, dat was mijn verjaardagsweekend. Verder ben ik best gezond bezig met eten. Maar nu ik dit film, is dit de laatste dag dat ik aan het filmen en editen en bloggen ben voor mijn vakantie. En ik dacht, ik ga de vakantie goed inluiden. Vanavond eet mijn moeder niet mee, want die heeft een bruiloftsfeest. En ik eet al pizza en ik dacht, dan ga ik mezelf gewoon extra verwennen. Dus ik heb mijn favoriete blikje Arizona Green Tea gehaald. Die haal ik eigenlijk altijd bij de Action. Hij was vandaag ook nog eens in de aanbieding voor mijn 55 cent. Dus top. En daarnaast heb ik een reep van de Reese's Nut Bar gehaald. Ik vind deze dingen dus zo ontzettend lekker. Ik zat nog even te twijfelen of ik de peanut butter cups wilde halen. Maar die gingen gelijk per vier. En ik ken mezelf, als het eenmaal in huis is, dan eet ik het op. Dus dan kan ik beter één reep halen. Hou ik me beter mee in. Dus vanavond na het avondeten of als ik klaar ben met alle video's editen en klaarzetten en doen en ik daadwerkelijk vakantie heb, dan ga ik deze lekker zitten opeten. Ik zie het al helemaal voor me. Beetje Netflix aan. Lekker met de kat in bed. Love it. En die Reese's bar was 79 cent. Dus dit ding was duurder dan het blikje. Oh well. Dan iets heel erg praktisch. Pleisters. Ja, we wisten niet meer zeker of we ze nog hadden. Dus we dachten, weet je, we nemen ze gewoon mee. Want op vakantie moet je die dingen gewoon even bij je hebben. Gewoon een setje simpele pleisters. Kosten volgens mij ook niet zoveel. €1,39. Dus dan heb je 8 strips. Helemaal prima. Ik kwam ook in het beautyschap dus babylips tegen. En ik ben best wel fan van babylips. Op het moment heb ik er geen meer. Omdat de laatste die ik had, had een hele glitter in zich. En dat vond ik niet zo. Maar dit was dus een babylips holiday spice. Chai tea latte flavored lip balm. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is hem. Ik had hem zelf nog nooit eerder gehad. Maar als ik het zo zie, heeft hij ook een beetje een roodachtige kleur eraan. Dus dan heb je op vakantie toch nog een soort van een kleurtje op je lippen zonder gelijk lipstick te dragen. Dit is hoe hij eruit ziet. En hij heeft dus echt een theekopje erop staan. Super schattig. En als je hem open doet, komt dus deze kleur eruit. Ik zal hem even op mijn hand swatchen. Ja, hij heeft dus inderdaad echt een kleurtje. En ik vind dat wel heel erg leuk. Want op vakantie ben ik iemand die niet zoveel make-up doet. Ik doe hooguit wenkbrauwen en een beetje mascara en that's it. Maar dan is het wel leuk om een gekleurde lippenbalsem te hebben. Zodat je toch net even wat extra's hebt. Dus die. Ja, ook heel blij mee. En die kostte natuurlijk ook een stuk minder dan die anders kost. Hij kostte nu €1,39. Dus volgens mij zijn ze dat een stuk meer als je ze gewoon in het kruidvat koopt bij de Maybelline schappen. Dan zei ik al dat ik wat gezonder aan het eten was de afgelopen tijd. Maar ik ben ook het sporten weer langzaamaan een beetje aan het oppakken. Niet zo heel heftig, want dat gaat gewoon niet met mijn burn-out. Maar ik merk wel dat ik zo ver ben gekomen nu dat ik graag weer een beetje mijn conditie omhoog wil zien te krijgen. Dus ik doe iedere dag of om de dag een hele korte workout. 5 minuutjes of zo. Waarin ik dan wel 5 minuten echt aan de slag ga. Maar dan wel kort eventjes. En ik dacht, toen ik deze zag liggen, weet je, ik neem ze gewoon mee. Dit zijn namelijk van die resistance bands. Ik heb de 15 kilo. Ze hadden ook een 25 kilo variant. Maar dit leek mij even prima om mee te beginnen. Dus een knalgroene. Ja. Niet zoveel over te zeggen verder. Behalve dat ik benieuwd ben hoe de kwaliteit gaat zijn. Hij kostte €2,99, dus daarvoor wilde ik het in ieder geval wel proberen. Die 25 kilo was duurder, maar ik weet niet meer precies hoeveel. In ieder geval dacht ik, ik kan dit in ieder geval gaan proberen. Dan maak ik mijn oefeningen net iets zwaarder mee. En dan als allerlaatste haalde ik voor €9,95
deze hammam towel. En ze hadden dus meerdere soorten. Ze hadden een blauwe met een olifant. Een rode met een soort van mandala erop of zo. En een andere lichtblauwe met een zeester. En dus deze rozige. En hier zo zie je het al. Er staat een toucan op. Dus dat lijkt mij gewoon echt super leuk. Ik had liever een rode gehad met een olifant of een toucan. Maar goed, hè? Je kunt niet altijd alles hebben. Ik zal hem voor jullie eventjes eruit halen. Dit is dus de stof. Hij heeft van die leuke franjes. Hij voelt ook best wel lekker stevig aan. En het is ook echt wel een goede kwaliteit handdoek volgens mij. Even kijken, waar begint de toucan? Pas de boven- en onderkant. Volgens mij is dit juist. Zo zie je hem. Ja, het is een beetje te groot voor in beeld. Maar jullie krijgen het idee, denk ik. Zo. Ja, ik vind het gewoon leuk. Of ik hem mee ga nemen op vakantie, weet ik nog niet. Of dat ik hem gewoon hier in de tuin ga gebruiken. Want hij is redelijk zwaar en wij vliegen naar Griekenland toe. Maar dat zien jullie vanzelf waarschijnlijk wel op mijn Instagram voorbij komen. Als jullie deze video dus zien, zijn wij nu op vakantie. Dus ja, ik zou zeggen, volg me vooral op Instagram mocht je leuke Griekenland foto's voorbij willen zien komen. Hij staat hier in de beschrijving, maar ik heet gewoon Irina Tau. Dat was in ieder geval mijn Action Shop vlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden om te zien. Doe dan natuurlijk nog dat duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. Is helemaal gratis, help je mij heel erg mee. En ja, dan hoop ik je te zien bij mijn volgende video. Doei doei!